Ik wil heel graag weten hoe de doorbraakmethode in Tilburg is uitgerold. Ik weet dat u allemaal casussen voor mij hebben die jullie willen echt bespreken. En wat ik heel interessant vind is, wat hadden jullie gedaan daarvoor, de doorbraakmethode? En wat was het moment van verandering van mentaliteit, om van manier van werken, die heeft toch wel geleid tot de doorbraak, hè? Dat de persoon echt geholpen wordt. Ik had een jongere, 24 jaar, die samen met haar gehandicapte moeder bij ons op de stoep stond. Die waren vanwege een Damocles-wetgeving op straat komen te staan. We konden nergens terecht, wisten ook helemaal niet welke hulpverlening ze moesten hebben. Omdat ze ook geen postadres hebben, liepen ze al op vast dat ze überhaupt eigenlijk nergens in aanmerking kwamen. Daar zijn we toen samen met hun gaan kijken van bij wie en waar moet je terecht. Echt, doordat er natuurlijk een gedeelte ondermijning aangekoppeld zat. Papieren die er gewoon niet waren, die bij justitie lagen. Een moeder die gehandicapt is, dus die ook op straat sliep. Daar zijn wij toen aan de slag gegaan en hebben wij samen met de IPW gekeken van wat is mogelijk. Alleen wij liepen bij deze casus heel erg aan tegen de systemen. Het zijn vaak de kleine dingen. Eerst postadres aanvragen, een uitkering aanvragen. Geen auto mogen hebben terwijl de auto de slaapplaats was. En hun, ik moet erbij zeggen, ze zijn zeker 6 maanden hebben ze eigenlijk nog op straat geleefd. Dankzij het IPW zijn er voor hun mogelijkheden geweest dat ze in ieder geval op een camping tijdelijk terecht konden. Dus er werden echt noodoplossingen op snelle termijn gezocht. En hun zijn na 1,5 jaar bij de dak- en thuislozenopvang terechtgekomen. Maar hun hadden ook nog een broer in het gezin zitten. Dus hun liepen gewoon heel erg tegen allerlei systemen aan en de snelheid. En dat merkte je ook gewoon. Het is echt wel bij hun een kwestie van enorm veel maatwerk geweest. En zo snel mogelijk schakelen en niet 3, 4 weken wachten. Dus je kunt het ook nooit alleen. Hè. Je hebt ook zeker de partners nodig, werkzaam in het sociale veld, hè, het sociale domein, om met elkaar te kijken en met elkaar te komen tot de beste oplossing, hè, nog een specifieke oplossing voor die specifieke inwoner en die specifieke situatie. En denkt u dat zonder de doorbraakmethode al deze casussen waarschijnlijk echt veel langer genomen had worden en tot veel grotere problemen voor het gezin? Ja, zeker. En daar monitoren we ook op. Wat je ziet eigenlijk, het lijkt heel makkelijk en voor de hand liggend. We zorgen voor een maatwerkoplossing. Die inwoner weet vaak zelf ook wel waar die behoefte aan heeft. En waarom duurt het dan zo lang? Nou, maatwerk roept vaak bij de professional ook de zorg op van willekeur. Als ik nou deze oplossing toepas, die iets anders is dan gedacht, of misschien buiten mijn boekje ligt als professional, wat doet dat dan met mij en kan dat dan zomaar? En wat betekent dat als ik een andere inwoner voor me krijg met die soort gelijke situatie? En je ziet dat het tijd nodig heeft voor een professional om te gaan dat elke situatie van elke inwoner uniek is en eigenlijk ook een unieke oplossing. We hebben een maatwerkbudget geïntroduceerd, dus we hebben professionals in de wijkteams hebben we ook handgeld gegeven om makkelijk oplossingen te doen. En dat hebben we wel zo georganiseerd dat we als gemeente achteraf kijken en er dan wat van gaan vinden, maar niet vooraf. Zodat professionals ook gewoon de ruimte hebben om die dingen te doen die er nodig zijn. In plaats van dat we als gemeente daar allemaal al van gaan vinden van mag dat wel, moet dat wel. Ik vind het fantastisch wat daar allemaal in Tilburg is gebeurd. En dan, we zijn bezig dat het echt in heel veel gemeentes aanwezig is. En een van die puntjes is juist de allesregelaar. Die de professionals ook nog, want die hebben ook een doorbraak nodig zelf. Ja. Die worden geholpen van en de wonen en de schuldverlening als het niet echt ver gaat. Of van, dus hoe moet het dat ingekaderd zijn? Of dat het echt in het systeem. Hè? Dus die olie in de machine, zoals meneer Blokker dat noemde. Waar moet het zijn? Waar in de gemeente moet het zijn? Of is het niet in de gemeente? Waar moet die zitten? Met wie één persoon zijn? 3 mensen zijn, hoe moet het eruit zien? Ik denk dat je binnen de gemeente sowieso meerdere mensen nodig hebt. Ik gebruik natuurlijk ook, als ik een casus krijg waarvan ik denk, dat is lastig, dan gebruik ik ook mijn eigen olifantenpaardjes weer, omdat ik weet, daar kan ik het ook weer makkelijker voor elkaar krijgen. En vanuit die energie moet je zorgen dat je het breder maakt.
Dus uiteindelijk moet het natuurlijk, het moet ergens beginnen, maar dat is wel zoals ik mijn rol heb gezien, om het juist te zorgen dat het ook veel breder wordt binnen de gemeente, dat meer mensen op die manier gaan kijken en handelen. Dag majesteit, leuk om u weer te zien. Ja, we hebben in Rotterdam natuurlijk dezelfde problemen als in de rest van het land. Veel gezinnen met grote multiproblematiek. En het is inderdaad de bedoeling om hen zo goed als mogelijk dichtbij in de wijk te helpen. Ja, we vinden het net iets te gevaarlijk om dat in één keer in heel de stad te doen. Dus we hebben ervoor gekozen om dat in twee wijken te doen. En we hebben Ilke gevraagd of die daar een beetje in mee wil helpen. Dus Ilke is een beetje ons risicomanagement. En dat doet hij heel erg goed. En dat is eigenlijk wat ik voor ogen heb voor heel de stad vanaf 22. Dat alle wijkteamleiders alle keuzes zelf kunnen maken zonder dat er een proces, systeem of wat dan ook in de weg zit. Wat ik vond heel mooi echt, van een van de gesprekken in die andere ronde was dat er niet van tevoren wordt gezegd waar het geld naartoe moest, maar dat we achterna even kijken van was het de juiste keuze en een persoon helpen om elke keer nog een betere beslissing te gaan maken.